En ondertussen probeert het potje nou echt, wat ik ook doe, krijgt die deksel er gewoon niet af. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Het is woensdag. Ik heb net Sarah naar school gebracht en ik heb haar rapport meegekregen. Daar ben ik heel benieuwd naar, die ga ik lezen. En we hadden vanochtend, zelfs slecht als vitaminepilletjes in de ochtend. Maar het ene potje, ik kreeg hem niet open. Hij wil gewoon niet open draaien. Dus dat moet ik ook maar eens proberen. Ik denk dan doet ze in één potje, want die deksel is gewoon niet goed. Wat een drama. Zo leuk dat rapport lezen. Echt, ik ben echt wel heel trots op haar. Het is een heel mooi rapport. En met ook heel veel vooruitgang. En dat vind ik altijd wel heel belangrijk, want dat is gewoon heel veel ontwikkeling. En ondertussen probeert het potje nou echt, wat ik ook doe, krijgt die deksel er gewoon niet af. Echt. Wat ga ik nu doen? Ik denk dat ik hem maar open ga knippen of zo. Ik heb hem nu maar open gesneden. En dan verder open trekken en dan doe ik deze maar in het andere potje erbij. Dat is denk ik beter, want echt, het slaat helemaal nergens op. Ik krijg hem gewoon niet open. Zo, nou. Eén achterkijker. Opgelost. Alweer in de auto, we gaan naar ballet. En het regent weer, ik vind de regen echt stom. Ja. Oh, en Sarah is er niet, ik ga alleen naar ballet. En ik ben zo moe, slaat nergens op. Ik heb echt gewoon goed geslapen. En ik heb nou echt het gevoel dat ik echt, als ik nu in bed ga liggen, dat ik gewoon 12 uur achter elkaar slaap. Zeg maar een soort megadip. En waarvan? Geen idee. Heel raar. Maar goed, het is daar wel even een relaxed drie kwartier. Met een paar mama's. Altijd gezellig aan de thee. En even bijkletsen. Even een zen momentje. Nou, ik ben weer uit school. En ballet. Lekker aan. Nu ga ik heel druk boelen. Marco is laat thuis met eten, dus ik eet samen met Sarah gezellig op de bank. Die zit hier naast me. We zijn echt heel schattig een serie aan het kijken over de 72 schattigste dieren van de wereld. Vind je leuk, hè? Ja. Heb je weer een gekke bui. En we hebben lekker risotto en ik hou zo van deze risotto. Oh, wat is dat, Sarah? Oh, dat zijn pinguïns en dat waren ringstaartmakies. Dat zijn rode panda's. Het is echt heel leuk. Staat op Netflix. The 72 Cutest Animals, geloof ik dat het heet. Ja. Het is weer laat en ik heb net een hoop dingen geëdit en klaargezet. Dinsdag heb ik een hele leuke vlog online komen. Als jullie dit zien, staat hij natuurlijk al lang online. Dus dan moet je even terugkijken naar de vlog van dinsdag. Dat is een hele leuke winactie. Die heb ik net helemaal klaargezet. Ook op Instagram. Dus daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En toen dacht ik me dat ik nog wat van deze heb. Dus daar ga ik me nu even mee vermaken. Het is echt niet goed, maar het is zo lekker. En dan even alles klaarzetten, alle beelden van vandaag. Daar komt alleen dit allemaal nog bij, maar goed. En dan is ook lekker naar bed. Ik ga nu eerst chocolaatjes eten. Toen heb je het gewoon nodig. Oh, wat hou ik van Milka. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!